Wat zijn de voordelen van hokjesdenken? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. De eerste vraag. Mag je Wilders vergelijken met Adolf Hitler? Handen omhoog als je denkt dat het mag. Een paar, maar overwegend niet. Dat is eigenlijk vreemd dat dat niet mag. Er zijn toch heel veel punten waarop Geert Wilders toch wel lijkt op Adolf Hitler. Nu wil ik op zich geen doodsbedreigingen krijgen, dus ik ga nu praten vooral over de vergelijking van mij met Adolf Hitler. Want ik vind het totaal geen probleem om mezelf te vergelijken met Adolf Hitler. Bijvoorbeeld, ik ben vanavond met de auto gekomen. Ik hou ontzettend van snelwegen. Adolf Hitler, hè, weten we allemaal. Die houdt ontzettend van snelwegen. Hè. Tenminste, ik weet niet helemaal of hij ze allemaal persoonlijk heeft aangelegd. Maar het schijnt toch mooi uitgepakt te zijn voor hem, een poosje. Bijvoorbeeld, ik hou ontzettend van pannenkoeken en ik heb hem wel eens laten influisteren. Iemand zei dat daarachter zelfs ook nog. Wist je wel dat Adolf Hitler ook een verschrikkelijke honger altijd had in pannenkoeken. Maar ook zijn vrouw Eva. Hij hield onwijs van zijn vrouw Eva. Nu hou ik natuurlijk niet van mijn vrouw Eva, want mijn vrouw heet Dagmar. Maar ik hou ook enorm van mijn vrouw. En zo kan je doorgaan. Hè? Ik bedoel, wij lijken ontzettend op elkaar wat bepaalde punten betreft. Maar er zijn ook punten waarop ik juist helemaal niet op Adolf Hitler lijk. Ik ben gewoon helemaal niet enthousiast over het vergassen van Joden, bijvoorbeeld. Of als ik boos ben, dan schreeuw ik eigenlijk nooit. En ja, we weten allemaal, Adolf Hitler, ik ken hem bijna alleen maar filmpjes waarin hij schreeuwt. Nou ja, en ik heb bijvoorbeeld ook net iets minder de neiging om iets te starten rond het Derde Rijk of Vierde Rijk of weet ik veel wat allemaal. En je kan ook kijken naar lichaamsbeharing. Ik bedoel, hij heeft net wat meer haar. Kan er wel een snorretje op plakken, hè? Maar ja, echt lijken doet het toch niet. Dus ik vind het geen probleem als mensen mij vergelijken met Adolf Hitler. Je gaat dan zien wat de overeenkomsten tussen mij en Hitler zijn en wat de juiste verschillen zijn. En dat is juist een handig instrument. Je kan mij trouwens ook gewoon vergelijken met een gevulde koek. Op bepaalde punten lijk ik onwijs op een gevulde koek. Een gevulde koek, organisch materiaal. Nou, ik ook. Ik heb wel een plaatje hier in mijn sleutelbeen. Maar voor de rest, als je een hapje van mij neemt, dat kan. Van een gevulde koek, ook geen probleem. En zo kan je eigenlijk door. Ja, die hele gevulde koek zit vol met vulling. Ik ook hoor, kijk eens. Dat is één grote massa. Maar er zijn dus ook verschillen. Qua massa bijvoorbeeld, een gevulde koek is in de regel iets kleiner. Ik heb botten, et cetera. Ik heb vaak kleren aan, een gevulde koek niet. En ik heb geen amandeltje op mijn kop en dat heeft een gevulde koek weer wel. Dus zo kan je eigenlijk zien hoe dat ik hetzelfde ben als een gevulde koek, maar toch anders. En dat is mooi. Hè? Juist door die vergelijking kan ik zien wat er allemaal zo hetzelfde is en wat er allemaal zo verschrikkelijk anders is. En sociologen die gebruiken vergelijking standaard als instrument. Eigenlijk alle sociologie is vergelijkend. De sociologie waarbij je zegt alle mensen zijn hetzelfde, daar heb je niks aan. Daar gebeurt helemaal niks. Dat onderzoek is waardeloos, zou je kunnen zeggen. Wat doet een socioloog heel vaak? Hij begint ook te generaliseren over verschillende groepen. En vroeger begon ik mijn college vaak. Ik gaf in Rotterdam, toen ik daar nog werkte, gaf ik statistiek. En mijn eerste vraag aan de studenten, aan de eerstejaars studenten was, oké, allemaal handen in de lucht als je denkt dat generaliseren slecht is. Nou, generaliseren is niet goed, dus iedereen handen in de lucht. Zeggen dat is natuurlijk fout. Een socioloog generaliseert zichzelf helemaal te barsten. Nu is dat misschien een generalisatie, maar over het algemeen klopt dat redelijk. Mensen worden in hokjes gestopt, mensen worden vergeleken met elkaar en natuurlijk zijn er uitzonderingen. Hè? Ik deed zelf heel vaak onderzoek naar de kwestie Pim Fortuyn en welke mensen er allemaal op Pim Fortuyn stemden en welke niet. En dan was vaak de bevinding, lager opgeleide stemmen vooral op Pim Fortuyn. En dan was er altijd wel iemand die zegt, ja, maar ik ken een hoger opgeleide, die doet het ook. Hè? En dan denk je, ja, maar wat kan mij dat schelen? Ik ga toch niet over alle individuen, ik ga over het algemeen. Ik wil niet specifiek iets zeggen over één persoon, ik wil iets zeggen over het algemeen. Ik wil algemeeniseren. En dat is wat sociologen altijd doen. Ze vergelijken groepen en trekken dan algemenere conclusies. En in het geval van vergelijkingen, ja, daar heb je dus een broertje dood aan wat ze tegenwoordig de Godwin noemen. Hè. Zodra je dus een vergelijking maakt,
tussen Adolf Hitler en iets anders. Dan wordt heel vaak wordt dan gezegd, ja luister eens, dat mag niet. Wie het eerste de nazi's of Hitler bijhaalt, dan stopt de discussie. Dan stopt het. En een socioloog zou dat eigenlijk niet zo graag zien. Sociologen die zien graag wel de vergelijking om juist te kunnen zien wat er allemaal zo verschillend is en wat er zo anders is. Nu laat ik dat even demonstreren. Aan de hand van een vergelijking tussen twee groepen waarvan iedereen op het eerste gezicht toch zou zeggen, ja, dat zijn wel heel andere mensen. Het is eigenlijk niet fair om die mensen met elkaar te vergelijken, want ze zijn zo verschrikkelijk anders. Bijvoorbeeld, mensen die stemmen op de PVV en die Dion Graus een enorme leuke vet vinden, bijvoorbeeld, of zo. Of graag op hem zouden willen stemmen, et cetera. Nou, die PVV-stemmers, daarvan weten we, daar doe ik zelf ook heel veel onderzoek naar, dat zijn qua demografisch profiel vaak lager opgeleide mensen en vaker zijn het mannen. Dat betekent natuurlijk niet dat hoger opgeleide mensen niet op de PVV stemmen. En dat betekent natuurlijk ook niet dat er geen vrouwen zijn die op de PVV stemmen. Maar over het algemeen, lager opgeleid en man. Dat is het profiel. En je kan dan doorgaan. Er zijn ook die stemmers op de PVV, die zijn vaker dan niet cultureel intolerant. Ze accepteren multiculturalisme wat minder, zijn wat kritischer tegenover etnische minderheden, willen die graag het land uit, et cetera, zijn tegen de islam, et cetera, et cetera. Dat betekent weer niet dat er ook niet hele progressieve mensen zijn die op die partijen stemmen, maar in het algemeen is het toch de meerderheid van die mensen die op dat soort partijen stemmen. Nou, goed. Aan de andere kant heb je een groep, laten we die maar even New Agers noemen. Hè? Dat zijn mensen die houden van yoga, aan mindfulness, zitten de hele tijd in zelfhulpboeken te lezen, die willen zichzelf spiritueel verrijken en dat soort thema's allemaal. En die mensen, als je daar kijkt naar het demografisch profiel bijvoorbeeld, dan zie je dat het vaak hoger opgeleide zijn. Mensen die juist lager opgeleide doen daar net wat minder aan. En wat nog meer is, het zijn vaker vrouwen dan mannen. Dus vaak, hè, typisch, huisvrouw, lekker boekje erbij, lekker lezen over spirituele zelfverrijking, dat soort thema's. Nu zou je zeggen, heel verschillend qua demografisch profiel, maar ook heel verschillend qua ideologisch profiel. Hè. Zodra je werkt aan je zelfspiritualiteit, zodra je begint New Ager te worden of zo, dan beginnen mensen ook heel erg inclusief te denken, cultureel tolerant in plaats van intolerant, et cetera. Op het eerste gezicht zou je zeggen, totaal andere groepen, dat heeft geen zin om ze te vergelijken. Ik heb ze al een beetje vergelijken en het blijkt juist dat ze heel anders zijn. Dus dat is toch een soort vergelijking. Maar ze zijn ook opmerkelijk genoeg tamelijk hetzelfde. Bijvoorbeeld als we het hebben over Dion Graus en de PVV en alle stemmers, dan zie je dat er twee zaken zijn die ze gemeen hebben met de New Age huisvrouwen. Het eerste is hun anti-institutionalisme. PVV-stemmers die hebben gewoon helemaal niks met de bestaande instituties. Die beschouwen ze als vervreemdend. Ze zien heel vaak zien ze het als een soort logge bureaucratieën die een eigen dynamiek hebben, die vervolgens helemaal niet meer doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. De mensen helpen, maar gewoon jullie kennen waarschijnlijk wel die reclame over die paarse olifant. Nou, dat soort denken, hè, dat instituties er zijn voor zichzelf, maar niet voor de mensen. En zijn dus heel erg kritisch op dat soort instituties. En wat nog meer is, ze hebben een nostalgisch verlangen, een haast romantisch verlangen naar een verleden wat eigenlijk helemaal nooit echt geweest is. Ze verlangen naar een tijd waarin alles simpel is, waarin goed nog goed is, slecht nog slecht, en we met z'n allen niet gecorrumpeerd zijn door die vervreemdende, benauwende, smerige, achterbakse instituties. Dus zij hebben gewoon echt daar een hekel aan. Nu, dat blijkt, dus als je onderzoek doet naar dit soort thema's en je neemt heel veel vragenlijstonderzoek af en je vraagt aan heel veel mensen van op welke partij stem je, kan je ook een vragenbatterij invullen rond anti-institutionalisme, rond romanticisme en nostalgie, dan zie je gewoon heel duidelijk dat daar patronen zijn die daar liggen. Mensen die romantisch zijn, die anti-institutionalistisch zijn, ja, die stemmen vaker op populistische partijen als die van Geert Wilders. Dus dat klopt. Maar dan heb je nog ander onderzoek naar New Agers en naar New Age huisvrouwen. En precies die, daar wordt min of meer dezelfde conclusie getrokken. New Agers, die geloven ook. Die geloven in het reine, pure zelf.
wat helemaal gecorrumpeerd is door instituties. Hè, het huwelijk bijvoorbeeld, of de staat, of logge bureaucratieën. Die laten je constant dingen doen die mensen eigenlijk helemaal niet willen. Die maken jou eigenlijk tot een mens dat je niet wil zijn. Je wil eigenlijk vrij zijn. Je wil los van die instituties kunnen opereren. En dat betekent dus dat ze een hardgrondige hekel hebben aan precies diezelfde instituties als de PVV-stemmers. Maar ook precies. En wat nog meer is, ook dat nostalgische, romantische gevoel van naar een tijd, een romantisch verlangen terug naar een tijd die dat eigenlijk nooit geweest is. Hè, dat vind je ook onder die New Ages, onder die New Ages, die willen ook terug naar een tijd waarin het goede nog goed is, waarin het slechte weer gewoon slecht is, waarin alles duidelijk is en helder, en waarin iedereen, kiest uiteraard voor het goede, en in harmonie met zichzelf en met de omgeving kan leven. Eigenlijk precies hetzelfde als de PVV-stemmers. Dus je kan wel de conclusie trekken, mensen zijn verschrikkelijk anders. Maar tegelijkertijd komen ze, hebben ze raakpunten, hebben ze gemeenschappelijkheden. En juist door mensen in hokjes te plaatsen, wat ik zojuist vol overtuiging heb gedaan, kan je zien dat mensen verschrikkelijk anders zijn, maar ook tegelijkertijd verschrikkelijk hetzelfde. En dat precies hetzelfde ongenoegen of onbehagen met typisch moderne instituties ten grondslag ligt aan beide soorten houdingen, aan beide soorten gedragingen. En dat is een waardevol inzicht voor sociologen. Want sociologen willen niet alleen maar onderzoek doen naar wat mensen scheidt en wat mensen juist uit elkaar drijft, maar ook naar wat mensen zou kunnen verbinden. Dat noemen we een van de hoofdvragen van de sociologie, wordt dat vaak genoemd, is sociale cohesie. En dan wil je juist zien hoe mensen ook hetzelfde zijn, wat mensen zou kunnen binden. En dat is, denk ik, een van deze twee tendensen, anti-institutionalisme en romantieke, nostalgische denkbeelden, kunnen binden in plaats van mensen scheiden. En precies die twee groepen met elkaar verenigen. Hoort je mij een paar keer al praten over politiek, de tendensen in de politiek, over de inhoud van de politiek. Maar zou u misschien denken, de politiek, dat gaat toch niet alleen maar over inhoudelijke dingen, over instituties, et cetera. Heel vaak, als je tegenwoordig naar de televisie kijkt, dan zie je mensen alleen maar praten over een privéleven. Wouter Bos achter een kinderwagen, et cetera. En daar gaat het volgende college over.